Ondernemers worden hard getroffen tijdens deze coronacrisis. Dat is spijtig om te zien. Tegelijkertijd zie ik ook dat ondernemers innovatief en creatief met de situatie omgaan en invulling geven aan de nieuwe anderhalve meter economie. Ik zie dat winkeliers de nodige aanpassingen doen. Zo zijn er schermen in de winkel en stickers op de grond met houd afstand. Samen met wethouder Volte van Economische Zaken heb ik contact met ondernemers en ik zie dat ondernemers zich snel aanpassen. Restaurants bieden nu diensten aan om eten te bezorgen. Een manier om toch nog aan inkomsten te komen. En dat is goed om te zien. Dat zijn zomaar wat voorbeelden van aanpassingen die ondernemers doen in het kader van de anderhalve meter economie. Ik wil daar mijn waardering voor uitspreken. Dank voor uw aanpassingsvermogen en uw creativiteit. Hou vol!